D-segment mag dan misschien, zeker in de nieuwverkoop, een beetje onder druk staan. Dat wil niet zeggen dat zo'n auto als occasion niet aantrekkelijk is. Integendeel eigenlijk. Hè. Neem nou deze Ford Mondeo van deze generatie. Kwam in 2007 op de markt. Gewoon een mooie, ruime auto. Ideale gezinsauto eigenlijk. Relatief goedkoop. Hè. Ze beginnen nu echt ruim onder de 10 mil te zakken, deze Ford Mondeo's. Heel veel ruimte, heel veel luxe. Dus ja, wat wil je eigenlijk nog meer? Het is gewoon echt een super aanbieding. Het voordeel van zo'n grote auto is natuurlijk, je zit er lekker in. Het is allemaal wat ruimer, wat breder, wat grotere stoelen. En het rijdt gewoon fijner, comfortabeler. De wielbasis is langer, hij weegt een beetje meer, dus je hebt wat meer gewicht op de weg. En dat geldt ook voor deze Mondeo. Daar komt nog bij dat het ook gewoon een lekker ja, dynamisch sturende auto is. Gewoon een redelijk sportief rijdende auto, zonder vervelend te zijn. Maar wel gewoon een mooie directe besturing met veel gevoel erin. Ford natuurlijk altijd wel goed gedaan en bij alle modellen hebben ze dat wel goed voor elkaar. Dus ook bij deze Mondeo. Wat wel wat jammer is, is dat deze motor, dat is een 1.6 motor, dus de lichtste motor in deze auto, is gekoppeld aan een 5-bak. Dus ja, met wat redelijk korte overbrenging eigenlijk, om hem natuurlijk toch nog een beetje levendig te houden. Maar dat betekent wel dat je bij 100 km per uur al 3000 toeren hebt. Lawaai is er niet, het is allemaal goed geïsoleerd, maar toch, het is wel een beetje vervelend. En ook als je de versie met 2 liter motor neemt, die heeft ook gewoon een 5-bak. En die is in die zin ook best wel een beetje aanwezig, die motor. Goed, voor normaal gebruik hier in Nederland is dat eigenlijk wel genoeg. Maar wil je een beetje doorrijden, bijvoorbeeld op de autobaan, dan is dit net een beetje te weinig. Nou, wat heb je dan nog meer te kiezen bij Ford? Er was een 2.3 viercilinder motor ook, met wat meer vermogen, maar altijd gekoppeld aan een automaat. Later kwam er nog een 2 liter turbo. Dat is natuurlijk een fijne motor, dan heb je lekker veel koppel. Met meer dan 200 pk, ook altijd automaat trouwens. En ook een hele leuke en sportieve is de 2.5 5-cylinder turbo. Dat is een Volvo motor. En dat maakt van deze Mondeo natuurlijk helemaal een fantastische auto. Diesel kan natuurlijk ook. Ze hebben zelfs de oude 1.8 TDCi nog in deze auto geleverd. Maar natuurlijk ook de bekende 2 liter TDCi en de 2.2 TDCi. Pas na de facelift in 2011 kwamen er nog een paar nieuwe motoren bij. Een 1.6 benzine turbo en ook de 1.6, een hele bekende motor, de diesel turbo. En als daar een beetje netjes mee omgesprongen wordt, dan heb je daar ook gewoon een fijne motor aan. Want die 1.6 diesel heeft natuurlijk wel lekker veel koppel. En dan heb je sowieso een auto die gewoon altijd trekkracht heeft. En dat geldt ook voor de 1.6 benzine turbo motor. Ja, ik zei het al even, je krijgt natuurlijk altijd een ruime auto. Of je nou de sedan, de station of de hatchback neemt die wij nu rijden. Of eigenlijk een liftback, zoals je het ook kunt noemen. Altijd meer dan 500 liter bagageruimte. Natuurlijk, in die station kan het meeste. Maar deze liftback is eigenlijk wel een mooie gulden middenweg. Hè? Niet zo lomp misschien als die stationcar. Oogt wel elegant, mooie schuine achterkant. En toch een hele grote achterklep. Neerklapbare achterbank, dus er kan evengoed heel veel in. En ook de beenruimte hier achterin is gewoon dik voor elkaar. Die bank zit ook gewoon lekker. Dus gewoon een fijne reisauto voor gezin of als je met 4 of 5 mensen onderweg moet, dan biedt zo'n Mondeo gewoon volop ruimte. Dat is ook logisch, want hij deelt dit platform met de Volvo V70. Nou, qua versies, Ford heeft eigenlijk zelf wel een duidelijk programma. Je hebt de Trend, de Titanium en de Ghia. Nou, die Titanium en de Ghia zijn de meest luxe uitvoeringen. Als je deze auto ook ziet, zit gewoon lekker veel op, mooie wielen. Climate control, zelfs elektrische voorruitverwarming is heel prettig in de winter. Dus die Fordjes zijn altijd wel gewoon lekker compleet. Dat is wel prettig. Natuurlijk kent hij ook wel wat zwakke punten. Daar gaan we straks in de werkplaats even naar kijken. Maar toch kun je wel van de Mondeo stellen, en dat geldt eigenlijk voor de Focus, dat het structureel best wel goede auto's zijn. We staan hier bij een Ford Mondeo. Het is een veelgevraagde occasion. Verder zijn het goede auto's. Wel een paar aandachtspuntjes. Dat is de stekker van de koelfan, die wil wel eens doorbranden. Met het laadcircuit, daar zijn ook wel wat elektrische storingen soms mee. Dat heeft ook met een stekkerverbinding te maken. En nog een puntje van aandacht is bij het aanschaffen van deze auto. Het stadderen, daar is ook wel zo nu dan een storing mee. Deze Ford Mondeo heeft geen keyless go. Deze heeft gewoon met een normale sleutel op afstandsbediening.
dat andere systeem, daar wil ook nog wel eens een probleempje mee wezen. We staan nu onder die Ford Mondeo. Als je deze auto's aan wil kopen bij, en met wat hogere kilometerstanden, hè, denk er dan op dat ze willen wel zweten en olie gaan lekken aan, bij de versnellingsbak en bij de motor. Het is ook wel, als je mee met koopt met wat hogere kilometerstanden, denk aan de speling en fusiekogels, stuurkogels en stabilisatie.